Peter Riballa, bewogen wedstrijd vandaag. 4-1 uiteindelijk op het scorebord. Op naar de volgende ronde. Ja, we hebben... ik vind het heel clever gespeeld. We hebben heel goed gespeeld. We hebben goed gecounterd. We hebben bovenliggende partijen in de eerste helft. Tweede helft een beetje afgezaakt. Een beetje te veel positie spelen. Dus eigenlijk hadden we nog meer diepte zoeken moeten. Omdat wij gewoon verder spelen moeten. Maar goed, dan komen we natuurlijk die rode kaart. Dan wordt het nog een beetje hectisch. Maar ja, 4-1 gewonnen. Dat is natuurlijk geweldig. En jongens, chapeau. Super. Even bij het begin beginnen. Omarsson in de basis. Dat was denk ik een zucht van opluchting die door de stad ging in Breda. En dat moet voor jullie ook gelden. Ja, kijk. Odi is vanmorgen gekomen trainen. Hij kan niet. Hij heeft met die rug. Wat hij ingesprongen is aan dinsdag. En ik heb gisteren met Elias afgesproken. Ja, wie is het? Gaat goed. En we hebben iedere dag zo'n beetje gewacht. En dan heeft hij vanmorgen gezegd, trainer, ik doe het. En de medische staf hebben we ook groene licht gegeven. En dan hebben we gezegd, oké, dan direct in de basis. Lekker ook dat je echt de kansen die je krijgt gewoon voor de volle 100% benutten. Hè? Gewoon 3-0 voor staat eigenlijk na die 40 minuten. Ja, dat is ja dat beroemde pressing wat we doen. Eerste lijn, hij heeft weer ballen gestolen. Heel goed in de igloo stijgen staan. Ballen gestolen en dan echt direct ingeknald. En de eerste elf, moet ik zeggen, was echt goed. Beland er alsnog iets op het veld, dat is natuurlijk vervelend. Hoe vervelend is dat voor jou als trainer en voor de spelers? Ah ja, ik word er moe van met dat PK-gedoe. Ik heb er ook geen zin over te praten. Je vindt het ook een belachelijke regel dus? Ja, wat een belachelijke regel. Dat is een regel in Nederland. Kom nu, ja, wat zou ik dan zeggen? Ik vind het, ik word er moe van. Dit zegt denk ik genoeg. Wat je zegt al, tweede helft geef je het een beetje weg. Twee momenten die we natuurlijk even moeten bespreken zijn die hele domme gele kaart denk ik van McNulty en rood van de keeper. Sla jij je dan net als menig supporter ook even voor het hoofd op zo'n moment? Nee, omdat ik trainer ben. Ik ben ja geen supporter. Als supporter is het ja eenvoudig af en toe. Dan kom je, drink je lekker bier en support het team. Maar als trainer moet je altijd schakelen. Daar moet je ook altijd in geloven. En natuurlijk heb ik McNulty gezegd. Als je de keeper blokt, dat is een beetje zijn taak. Maar let op, geen gele kaart. Ja, goed. Dan pakt hij de gele kaart. Ja, goed. Dat hebben we ook gedacht. Ja, spoor je nog. Maar is hij ook dan voorbij? Ja, maar Roy, wat zou ik daarover zeggen? Ja, maar je moet toch ergens ook wel gewoon teleurgesteld zijn dat zo kort op elkaar twee keer gebeurt. Ja, maar hij heeft een waarschuwing gehad natuurlijk. Ja, maar ik heb nu geen tijd. Het is gebeurd. Hij komt eruit. Hij moet in het doel blijven. Zo. En Van Bommel op zijn dribbelen laten. Hij moet in het doel blijven. Punt. Wat zou ik daarover zeggen? Nu volgend tegenstander FC Emmen. Natuurlijk de Eredivisie ploeg. Ga je vanaf nu de beelden bestuderen in Zundert? Ja, Ton en ik rijden morgen naar Utrecht. Spelen morgen Utrecht tegen Emmen. We slapen nu in een hotel hier. En dan Ton en ik weer gaan mogen kijken. We weten niet of ze met de eerste elf of een paar bankspelers of zo spelen. Maar dan zie je een beetje die automatismen in het team. En dan beelden studeren en dan het team goed voorbereiden. Wedstrijden volgen kort op elkaar. Spelers beginnen pijntjes krijgen. Maar de trainer moet ook wel aan de thee met honing, hoor ik. Hè? Want ze komen kort op elkaar, Peter. Dus je moet wel herstellen. Hè? Nee, thee met honing is niet. Drink lekker whisky vanavond en dan komt het goed. Dankjewel, succes woensdag. Oké, dankjewel.